Henk Vreese, jullie spelen morgen een belangrijk duel tegen FC Twente. Wat is het doel? Nou ja, zoals de voorgaande wedstrijden, een goed resultaat halen. En achteraf weet je pas wat dat inhoudt. Is het doel misschien ook al veilig spelen? Ja, maar dat is het al de laatste 6 weken. Ja, maar nu kan het. Ja. Volgens mij. Ja, nou ja, kijk. Je zit altijd te rekenen, of een beetje te rekenen. Je zit een beetje te kijken naar het schema. En ja, je komt er steeds meer achter dat het geen nut heeft. Want je hebt de meest verrassende uitslagen. We hadden denk ik afgelopen weekend een hele goede kans. En, dus ja, wij moeten echt, wat ik in het begin al zei, elk punt moeten we bij elkaar zien te sprokkelen. Of elk punt is belangrijk in dat proces. Hoe ga je spelen tegen FC Twente? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik heb nog niet definitief de groep aangegeven die gaat starten. Dus dat kan ik nu ook niet doen. Maar logisch gezien, Kramer voor Van Duinen, neem ik aan? Dat zou in principe heel logisch zijn, ja. Malone terug op middenveld en Bakker zakt de linie terug. Ja, dat is wel een mogelijkheid. Dat hebben we wel gedaan. Aan de andere kant moet je ook kijken naar de tegenstander. En nogmaals, we kijken altijd waar we rekening mee moeten houden. Maar we kijken ook zeker waar onze mogelijkheden liggen. Dus in dat opzicht zou het misschien weer niet voor de hand liggen om dat te doen. Heb je twijfels over de flankspelers? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, het mooie is nu, ondanks dat het een hele zware periode is, nog steeds heel veel druk op staat, is dat iedereen behoorlijk goed aan het trainen is. Weet je? En dat maakt het wel wat makkelijker nu voor deze situatie staan en twee toch wel belangrijke spelers missen. Ik heb volste vertrouwen in dat de andere spelers stuk voor stuk dat goed kunnen invullen. Ik kan me voorstellen dat je na afgelopen week misschien voor Wildschut kiest in plaats van voor Schet. Ja, dat zou kunnen, maar wij hebben natuurlijk informatie die mensen op de tribune niet hebben of bij de pers niet hebben of bij de tegenstander niet hebben. Yannick is heel ver. Maar dat kan ik je wel zeggen, dat is niet een speler die vanaf het begin zal starten. Wat voor informatie heb jij dan die ik niet heb? Nee, kijk, we moeten voorzichtig zijn met deze spelers. Of het nou Bakker is die heel jong is en voorzichtig gebracht moet worden. Heeft Yannick natuurlijk een bepaalde periode gehad van blessures. Dus ja, wij willen hem wel deze 5 wedstrijden gaan benutten. En dan moeten we hem gewoon fit houden. 5 wedstrijden en daarna? Ja, als het aan mij ligt, vakantie. Maar gaan jullie zijn optie lichten dat hij hier blijft? Ja, nee, daar hebben we nog niet echt over gesproken. Simpel, daar hebben we nog niet echt over gesproken. Kijk, een hoop zal ook afhangen van de komende 5 wedstrijden. Kan hij die fit volbrengen? Ja, dan is Yannick zeker een optie en dan gaan we daarna wel op vakantie. Maar nee, Yannick is gewoon een goede speler en ik denk voor ADO-niveau een zeer bruikbare speler. Maar goed, iedereen moet zich bewijzen in de maatschappij en ook in de voetbalmaatschappij. En dat houdt in dat ook fit zijn en blijven is daar een wezenlijk onderdeel van.